Dit is Stiekva van Gezin op Reis en ik ben samen met mijn dochter in Praag. In deze video ga ik je laten zien wat er allemaal te doen is in deze mooie stad met kinderen. Het is echt super heet en daarom zijn we vroeg begonnen vandaag. We lopen nu eerst van de Oude Plein naar het kasteel. Kasteel van Praag, dat is een van de must-sees. Het is niet alleen een kasteel, er zijn binnen heel veel verschillende dingen te doen. Nou, het kasteel van Praag was vooral echt heel druk. En daardoor kunnen we er toch iets minder van genieten. En normaal gesproken was hier ook een speelgoedmuseum, maar dat is inmiddels dicht. Dat wordt verbouwd. Over Praag kan je natuurlijk de toren beklimmen, maar Isis heeft besloten dat het daar veel te warm voor is vandaag. Isis wil wel in het Doolhof, het Spiegeldoolhof. Een Lego experience in Hemleys met heel veel dingen van Lego en natuurlijk ook heel veel dingen te doen. Net nieuw is de Noah's Ark Exhibition in het National Museum van Praag. Het zijn wel vooral heel veel opgezette dieren, maar wel op een leuke manier gedaan. We hebben de metro en de bus genomen naar de dierentuin. Die ligt net buiten het centrum van Praag. Het is een hele groene dierentuin en dat is wel super lekker in de zomer. En voor het hoogteverschil is er zelfs een kabelbaantje. We zijn nu in een museum waar je alles mag aanraken. Het Carl Zeeman Museum over special effects. Is dit een leuk museum?